الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمدًا الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا جمال ملك الله بس أنبيه سخن إن البزندر الإسلامي تسخرفت خلير دن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام بهورت الله سبحانه وتعالى Hey, die de schepper is van ons allemaal, van de zon, van de maan, van het heelal, van de aarde, van ons allemaal. En het is de gunst van onze heilige profeet Mohammed, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hey, de profeet der profeten, de leider der profeten, de zegel der profeten, de gunst. Voor alle werelden, de voorganger der profeten, namelijk onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dat wij vandaag allen hier in Jamia Alimia Faridia op het terrein van Jamia aanwezig zijn, mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze aanwezigheid doen mogen accepteren. Amen. Zoals het bekend is, zijn wij hier vandaag bijeen. Ter geboorteviering van onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De onderwerp die ik wilde behandelen, dat is de verhevenheid van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maar, mijn beste mensen, laten we even goed nadenken. De verhevenheid van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De profeet aan de ene kant, en wij aan de andere kant. Dat is een hele grote verschil. Dus zal ik een paar stappen lager gaan, omdat mijn mond niet schoon en rein genoeg is om de verhevenheid van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te vertellen. Zal ik proberen de lichaamsdelen, hoe verheven die zijn, te vertellen hoe verheven de lichaamsdelen van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is. Dan zullen wij zeer zeker weten, als wij weten wat de verhevenheid van de lichaamsdelen van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is. Dan zullen wij zeer zeker weten wat dan de verhevenheid van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is. Laten we beginnen met de haren. De mooie, zwarte, wonderbaarlijke haren van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu overlevert. Dat op een dag, toen onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam een haar van zijn haren vasthield, zei de profeet: Man aada sha'ratan min sha'ri. Man aada sha'ratan min sha'ri. Fal jannatu alayhi haram. Ook kama qala Rasulullah. De heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zei: Wie maar één haar van mijn haar vernedigt, pijnig, beledig. Je hoeft maar iets slechts te zeggen over de haren van de heilige profeet. Het woord Aza heeft in het Nederlandse woordenboek 12 tot 13 betekenissen.
Dus noem maar op, de negatieve kant. Noem maar op. Je hoeft maar iets slechts over de haren van de heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te zeggen. En je gaat naar de hel toe. Kijk de verhevenheid van de haren van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laten we verder gaan. Naar de oren van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laten we kijken wat voor krachtig gehoor onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam heeft. De heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zegt: Laysa min abdi yusalli alayhi illa balagani sawtuh. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zegt: Er is geen dienaar van mij, er is geen volgeling van mij die stuurt vrede en zegeningen, namelijk de durood en salam op mij, maar ik hoor die persoon. De profeet zegt, hij hoort die persoon. Wij zijn vandaag hier in Jamia, in Suriname, aanwezig. Wij lezen hier durood salam op onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En onze profeet, die hoort helemaal daar in Madinatul Munawwara. Kijk de verhevenheid. Ja, Rasulallah. Kijk de verhevenheid van de krachtige gehoor van onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Laten we een keer de vrede en zegeningen op onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sturen. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ahli sayyidina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Dit is de verhevenheid van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij lezen hier de roed en salam, vrede en zegeningen sturen wij op onze heilige profeet. En hij hoort het daar in Madina. Subhanallah. Laten we verder gaan. Naar de mooie, krachtige, wonderbaarlijke ogen van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laten we kijken wat voor kracht die ogen hebben van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het is genoeg voor ons om te weten dat de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt: Ra'aytu Rabbi. Ik heb mijn Rab gezien. Onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft Allah subhanahu wa ta'ala kunnen bewonderen. Welke ogen, wie dan ook, heeft nog een grotere verhevenheid dan de verhevenheid van de ogen van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah. En dat is niet alles. Laten we vragen: O profeet, hoe heeft u Allah subhanahu wa ta'ala kunnen bewonderen? Dan krijgen wij de antwoord: bi ahsani surah. Op het mooiste heeft onze profeet sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala kunnen bewonderen. Kijk de verhevenheid van de ogen van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laten we verder gaan. De mond, de mooie, wonderbaarlijke, krachtige mond van onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Het is genoeg voor ons om te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran Pak vermeldt: wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Het zijn de openbaringen die Allah subhanahu wa ta'ala door onze profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam openbaart. De profeet praat niet uit zichzelf. Allah subhanahu wa ta'ala vermeldt. De profeet praat niet uit zichzelf. Het zijn de openbaringen die Allah subhanahu wa ta'ala openbaart. Het maakt niet uit waar ook we over gaan praten. Alles is de mond van onze heilige profeet. Alles zijn het de ogen van onze heilige profeet. Alles zijn het de haren van onze heilige profeet. Alles zijn het de oren van onze heilige profeet. Onze profeet is van top tot teen. Van top tot teen is onze profeet verheven. Subhanallah. Nare takbir. Nare risale. Ja, Rasulallah. En als we vragen: O oren, o heilige ogen, o oren, o mond, o haren van de heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hoe komt het dat jullie zo verheven zijn? Hoe komt het dat jullie zo verheven zijn? Dan krijgen wij de antwoord: wij zijn van de profeet. Wij zijn van de profeet. We hebben ook haren. We hebben ook een mond. We hebben ook oren en ogen. Maar die zijn niet verheven. Maar hoe komt het dat de ogen, de oren, de haren, de mond van de oren van de heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam zo verheven zijn? Dan krijgen wij de antwoord: wij zijn van de profeet. Wij zijn van de profeet. Daarom zijn wij zo verheven. En als wij gezamenlijk, individueel, ook een verheven positie willen krijgen, dan horen wij de sunnah van onze heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te accepteren. Dan horen wij van de profeet te worden. Want als je van de profeet bent, dan ben je ook verheven. De profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam vermeld, overleverd, zegt: degene die mijn sunnah, die mijn handelingen accepteert, die behoort tot mij. En degene die mijn sunnah, mijn handelingen niet accepteert, die behoort niet tot mij. Moge Allah subhanahu wa ta'ala onze kracht geven
om van de profeet te worden, om op de sunna van de heilige profeet Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ons leven te leiden. Wa ma'arina illa al-balagh al-mubin.